Hallo peeps, this is me without make-up, lekker fris. Oké, als eerste heb ik dus de Estée Lauder foundation gebruikt, de Double Wear Stay in Place make-up met SPF 10. Ik gebruik deze over heel mijn gezicht en deze dekt heel erg mooi. Als tweede gebruik ik de NYX Sculpt & Highlight Stick. Deze in de kleur 02, almond of amandel. In de lichte kleur omdat ik een blond type ben, dus niet te donker gaan. Het lichte is om mijn goede punten in de verf te zetten en het donkere is om daar wat te shapen. Dus een goede contour stick. Dan gebruik ik van Essence de Stay All Day Translucent Fixing Powder. Transparante poeder die je make-up vastzet, zodat hij niet zomaar na een uurtje al verdwijnt. Dan gebruik ik de Naked Urban Decay Smoky Palette. En hier gebruik ik de kleur 13. Dan gebruik ik de Too Faced Natural Matte Palette en hier gebruik ik de kleur Honey Butter. Dit is echt, zoals je kan zien, mijn favorite color. Het is echt gewoon een zalige kleur om in je crease een beetje definition te geven. Wanneer ik hier dan goed in mijn crease ben geweest, ga ik daarna met een donkerdere kleur, de Chocolate Cookie, van dezelfde palette ga ik hier even over en probeer ik dit dan mooi samen te blenden. Ook doe ik dit aan de onderkant van mijn oog, zodat je zo een mooier geheel creëert. Dan gebruik ik hier de Only You palette, die verkrijgbaar is in de Paris XL. Een superleuke palette, je kunt gewoon niet kiezen. Maar ik heb hier de kleur paars fuchsia-achtig iets gebruikt. Het jammer is dat de kleuren gewoon geen naam hebben, dus ik kan het hier niet benoemen, maar ik noem het voorlopig nu paars fuchsia-achtig iets. Vervolgens gebruik ik terug de Naked Urban Decay Smoky Palette. Nu gebruik ik Dirty Sweet als kleur en deze gebruik ik omdat deze zo shiny en sparkly is in the corner of my eye. Dan gebruik ik nog heel even de NYX Ultimate Shadow Palette Cool Neutrals. Ik gebruik hier de donkerpaarse kleur om even nog de zijkant van mijn oog af te tekenen en nog iets meer diepte te geven. Dan gebruik ik voor eyeliner de Calligraphic Ultra Slim Eyeliner Pen van Catrice. En dit is echt waar mijn favorite. Alhoewel, ik wel moet zeggen, kijk, zoals in mijn ene oog maak ik iets meer fouten en ben ik iets meer uitgeschoven, maar dan de andere kant doe ik het goed. Ik zeg het, je moet echt nog altijd blijven oefenen. Oefenen eyeliner is echt such a difficult, shitty thing. Dan, om het allemaal nog wat in evenwicht te brengen, gebruik ik de donkerpaarse kleur terug van daarnet van de NYX Ultimate Palette en deze doe ik dan onderaan. Vervolgens gebruik ik de All Star Face Palette en deze in de kleur Beauty Coral. Eerst gebruik ik de highlighter kleur in het midden voor te highlighten. Daarna gebruik ik de contourkleur als bronzer en contourkleur. Thank you.
wanneer ik deze contourkleur heb aangebracht, zie je dus dat het wel een heel stevige kleur is, dat bruin. Dus om dit wat minder harsh te maken, ga ik er even terug in met de highlight kleur. Deze doe ik dan even er wat op en blend ik samen om toch een meer geblend en lichter resultaat te krijgen, dat het iets minder scherp is. En voor blush gebruik ik gewoon het lichtroze van deze palette. Dan de Champagne Shiny Color, die iets lichter is als die we daar straks in het hoekje hebben gedaan, om nog meer het te laten shinen en het contrast tussen het licht en het donker goed te laten uitkomen. Dan voor de brows. De brows zijn het kader van het gezicht, dus deze moet je altijd zeker bijtekenen. Ik gebruik hier de Anastasia Beverly Hills potlood en deze in de kleur caramel. Ik weet dat ik mijn wenkbrauwen binnenkort moet laten epileren. I know. I'm sorry for that, okay? I'm just human. Dan natuurlijk, what would a girl be without her mascara? Gebruik ik de Lash Princess Volume mascara van Essence. Ik weet het, Essence is een goedkoper merk en eigenlijk er zijn zoveel dure varianten. Maar believe me, ik gebruik deze al een jaar en hij blijft echt mijn favorite. Ik vind hem gewoon super geweldig. Dan gebruik ik de Mary Luminizer, een perfecte highlighter. Ik gebruik deze onder mijn wenkbrauwen, op mijn cheekbones, dan op de neus en op het bovenste van je lip en je kin. Je kent het allemaal wel. En dan voilà, this is the final result. Dan voor de lippen wil je gewoon dat je ogen heel hard opvallen. Dan kun je deze matte lipstick van NYX Lingerie gebruiken in 07 Satin Ribbon. Dus dan krijg je dit resultaat. Lichte lippen, mat, die niet zo heel hard opvallen met dan zeer sprekende ogen. Ben jij meer een edgy type? Wel, dan kan je dus kiezen zoals ik voor de Milan lipstick nummer 41. Maar dat hoeft daarom niet deze te zijn. Gewoon een rode lippenstift met nogal een roze ondertoon. Die geeft zowat het effect van rood-roze, dark berry color. Deze past dan ook supergoed bij de paarse ogen en is iets meer sprekend. En het kan nog best samen. Wil je nog meer edgier gaan en wil je de nieuwe trend wel eens proberen van de dark lips? Wel, dan raad ik je de NYX Liquid Suede Cream Lipstick aan. Deze kleur die ik hier opdoe is donkerpaars en de naam is, hou je vast, Oh Put It On. En deze lippenstift is gewoon echt geweldig. Geeft super harde color payoff en je ziet hem gewoon helemaal stralen. Omdat het lipstick zo donker is, doe ik er nog een klein beetje highlighter boven om de lippen nog wat meer te laten poppen. En voilà, this is the final result. So peeps, I hope you liked it, I hope you enjoyed it. En ik wil zeker weten wat jullie de volgende keer willen zien, dus let me know and see you soon. Bye!